niet meer zoveel te doen. Het is vandaag maandag en leuk dat je er kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Eindelijk weer een keertje een weekvlog die op maandag begint. Normaal begon ik op woensdag of dinsdag of weet ik veel wat. Eindelijk weer een keertje op maandag. Het is vandaag 13 januari. Ik ben vandaag naar school geweest. Ik had van 9 tot 12 school. Het is nu 2 uur. Ik moet vandaag van 4:30 tot 6:30 werken. Zo voor 1,5 uur. Ik heb net heel mijn weekvlog bewerkt. Die is nu aan het opslaan. En ik hoop dat mijn laptop genoeg ruimte heeft. Omdat mijn harde schijf is kapot. En normaal zet ik altijd mijn video's op mijn harde schijf. Maar dat kan nu dus niet. Dus ik hoop dat mijn laptop genoeg ruimte over heeft om die weekvlog op te slaan. Ik heb hem daarom wel ietsjes korter gemaakt. In de hoop dat die op kan slaan. Maar ik denk dat ik dit weekend maar eventjes ga kijken naar een nieuwe harde schijf. Of mijn harde schijf eventjes ga wegbrengen. Want echt zonder dat ding kan ik echt niet leven. Ik zie er super bleek uit. Dus iets wat ik deze week ga doen is echt naar de zonnebank. De trui die ik aan heb vandaag is van de Subdued. En ik denk dat de meningen daar heel verschillend over zijn. Ik ga eventjes wat te eten maken. Want ik heb echt super veel trek. En ik moet straks 3 uur lang in het zwembad staan. En van zwemmen krijg ik ook altijd heel erg veel trek. Dus ik ga lekker wat te eten maken. Een crackertje met een eitje. Ik ga eventjes een eitje koken. En dat dan opeten. En ik ben echt super moe. Want ik moest gisteren dus stage lopen in de spa. Want je hebt 1 keer in de zoveel weken heb je weekenddienst. En dat was voor mij gisteren. Maar daardoor ben ik wel echt super moe. Dus ik ga nog eventjes lekker in bed goede tijden kijken voordat ik moet werken. Deze week heb ik leuke dingen op de planning staan deze week. Niet echt volgens mij. Morgen moet ik gewoon naar stage naar school. Woensdag naar school. Donderdag stage. Vrijdag stage. Maar zaterdag ga ik naar een open dag van een opleiding in Amsterdam samen met Rosa. Een interieurstylistenopleiding voor het hbo. Want je moet je alweer bijna inschrijven volgens mij eind februari of zo. Of begin april. Beginnen de inschrijvingen voor op het hbo. Dus ja, daar gaan we samen eventjes naar kijken. En dat is in Amsterdam, dus gaan we ook gezellig eventjes misschien fotootjes maken in Amsterdam. Ik weet niet, ik ben super overbelicht, waardoor ik nog bleker lijk. Maar goed, ik wil ook super graag mijn haar gaan verven. Ik wil allemaal plannen, maar ik wil ook mijn haar laten groeien. Dus dan is verven ook weer niet goed. Maar oké, goed verhaal. Veel te lang aan het lullen. Ik ga lekker eten maken en lekker opeten. Heerlijk 4 van die krikkertjes gemaakt met lekker eitje erop en zout. En die ga ik nu lekker in mijn bedje opeten. Het is vandaag dinsdag en ik ben terug van school. Het is nu ongeveer 5 uur. Over 10 minuutjes, kwartiertje ongeveer moet ik Miel van zijn werk halen. Gaan we lekker avondeten en daarna gaan Miel en ik samen sporten. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik allemaal pakketjes laten zien. Want ik heb namelijk 3 pakketjes binnengekregen. Of nou, eentje heb ik zelf gekocht en 2 heb ik binnengekregen. Dus die ga ik aan jullie laten zien. Ik had vandaag school tot 4:30. School en stage vanaf 4:30 tot 4:30. Dat was wel een prima dagje. We gingen ook oefenen voor acne. Want ik heb dus volgende week meer kans in acne. En ik heb eindelijk een model gevonden. Ik had al een model. Het meisje die ik vorige keer ook had. Maar die zei gisteren dat ze helaas niet meer kon. Omdat ze de schoolfoto had. Ik helemaal in de stress natuurlijk. Dus gisteren heel mijn Insta volgegooid met oproepjes. Vandaag heel mijn Insta volgegooid met oproepjes. En als het goed is heb ik nu een model. Super fijn. Super lief dat ze mee wilt. Ik ga ook echt een heel leuk cadeautje voor de kopen om eventjes te bedanken. Maar ik ga eerst eventjes mijn pakketjes aan jullie laten zien. Ik begin met hetgene wat ik zelf heb gekocht. Dat zijn oorbellen. Ik heb deze al in het zilver. Maar ik ben natuurlijk overgestapt naar goud. Of nou, natuurlijk. Ik weet niet of jullie dat weten. Maar qua sieraden ben ik een beetje overgestapt naar goud. Omdat ik dat gewoon mooier vind. Maar ik vond het wel altijd super leuke oorbelletjes. En ik zag dat ze nu ook in het goud verkochten. Wel dat gold plated of zoiets. Dus het is niet echt goud. Dus die wilde ik heel erg graag hebben. De oorbelletjes heb ik besteld bij Loveling. En het zit echt in een super schattig zakje. Super handig ook voor vakantie. Om daar je oorbelletjes zo in te doen. Die zilveren heb ik echt al. Sinds dat ik naar Fuerteventura op vakantie ging. Dat was 2016. Dus die heb ik echt al 4 jaar of zo. Ik vind ze nog steeds super leuk. En nu heb ik ze dus in het goud. Oh, er zit een cadeautje bij. Thank you. Hope you like your little gift. Ze hebben er nog meer oorbellen bij gedaan. Wat leuk. Heel leuk. Ze zijn wel een beetje hoog. Ho, ho, ho. Even kijken. Dit zijn degene die ik zelf heb besteld. Het zijn van deze, ja, hoe noem je dit? Oorbelletjes met zo'n punt eraan. Best wel bekend. Ik denk dat de meeste van jullie deze ook wel kennen. En heel veel op Instagram voorbij zien komen. Waren ook helemaal niet duur. Waren 16,95 of zo. Of 16 euro. En die heb ik dus besteld. En ik heb dus ook nog een maatje kleiner als cadeautje erbij gekregen. Geen idee waarom. Maar echt onwijs leuk. Echt heel leuk. Als ik gelijk eventjes indoen die grote. Kijk nou. Hoe leuk dit staat. Straks ook voor de zomer op Bali en zo. Super leuk. Ik ga hier weer eventjes terug uitzoomen. Kijk, ik heb hier een pukkel. Komt echt bijna nooit voor. Maar oké.
die heb ik dus ook in het klein gekregen. Echt super lief. Geen idee waarom, maar wel heel lief. Een paar weken geleden was zo'n pop-up store in Amsterdam van de Gishoe Shop. En ik was daarvoor uitgenodigd, alleen ik kon helaas niet komen. Dus ik had een mailtje gestuurd van, ah, wat leuk, kan er helaas niet bij zijn, volgende keer beter. Toen zei ze, wat jammer, willen je wel graag nog wat toesturen van wat je anders had gekregen. Dus ze hebben mij de Wave Spray opgestuurd. Deze, super schattig verpakkingetje. Ga ik eventjes openmaken. Texture Wave Spray. Kijk nou, hoe schattig. En ik denk dat dit een beetje hetzelfde idee geeft als dat je in de zee bent geweest en je haar... met zout water is. Oh. Oh, vind ik zo lekker. Ik wil ook echt binnenkort dat parfum gaan bestellen. Of misschien dat ik dat wel aan mijn verjaardag, voor mijn verjaardag vraag of zo. Aan mijn ouders ook. Oh, dat ruikt super lekker. En dan het laatste pakket. En echt het grootste pakket. En ik ga jullie eventjes een tandje lager zetten. Beter zo. Dan mag ik gewoon eventjes normaal zitten. En ik denk dat dit van Nikki is. Want ik mocht weer wat nieuwe items uitzoeken. Maar wel echt super snel binnengekomen dan. Want ik heb het vrijdag uitgezocht volgens mij. En ik kreeg gisteren een mailtje dat ze wat items had uitgekozen om te versturen. Dus ik ben heel benieuwd. En ik zie weer een schoenendoos. Mijn derde paar schoenen van Nikki. Echt super blij mee. Die andere twee lopen echt bizar lekker. Ik moet wel zeggen, een meisje uit mijn klas, Charlie, heeft die blauwe sneakers ook. Bij haar loopt ze een stuk minder lekker. Maar misschien dat haar maat gewoon net iets te klein is of zo. Want ik heb echt nergens last van. Maar ik heb dus weer een paar nieuwe sneakers. En toen ik ze voor het eerst zag, vond ik ze niet zo. Maar ik heb dus de andere kleur. En die lopen zo lekker. En toen dacht ik, ja, eigenlijk zijn deze kleuren ook best wel gaaf. Kijk nou hoe ziek. Dus gewoon een hele zwarte outfit aan. Heb een zwarte broek met dan een zwarte trui erop. En dan deze schoenen. Ik heb van alle schoenen van Nikki maatje 36. En voor mij zit ze gewoon prima. En normaal gesproken heb ik ook altijd 36. Heel leuk. En dan zit er echt nog super veel in volgens mij. Dus ik ga ook eventjes openmaken. Oh ja. Dit is een lak leren rok. Oh, heel nice. Dit lijkt me ook heel erg leuk met een panty en dan die chunky sneakers eronder. Hij ziet er wel echt heel groot uit. Dus ik ben bang dat hij ietsjes te groot zal zijn. Maar dat gaan we gewoon eventjes passen. Ik denk dat ik dat morgen allemaal ga passen. Want vandaag heb ik er niet meer echt tijd voor. Maar die dus. Dan zie ik iets groens. En dit vind ik echt een hele mooie kleur groen. En even kijken wat dit is. Oh, dit is een body. Oh, heel mooi. Kijk. Een groene, een beetje gehaakte body. En als je goed kijkt, zie je overal een N'tje staan van Nikki. En het is gewoon een body. Dus aan de onderkant zit hij vast. Het lijkt me ook heel erg leuk, deze. Met dat latex rokje. En zoals ik al zei, is hij dus wel een beetje doorschijnend. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik vind het echt een hele mooie groene kleur ook. Dus die. En dan als laatste zit er nog een hoodie in. Namelijk... deze. Oh, die zien niet zo heel goed. Deze lijkt me ook super gaaf met die schoenen eronder. Kijk. Dus dit het logoetje wat erop staat. En dan heeft hij gewoon een zwarte capuchon. En een lange mouwen ding. En hij is een beetje cropped. Dus dat is wel heel erg leuk ook. Ik ga eventjes al deze troep opruimen die er nu ligt. En dan ga ik Milan van zijn werk halen. Even bedenken wat we gaan eten. En dan vanavond lekker sporten. Dat is echt super lang geleden. Ik denk echt oprecht dat ik sinds... november, oktober al niet meer heb gesport. Echt heel erg, maar... Milan en ik hebben een cake gemaakt. Ik ga hem even laten zien. Kijk nou, hoe lekker. Appelkaneelcake. Moet je wel helemaal naar achter. Niet te ver. Het is woensdag vandaag. Ik ben terug van school. Deze schooldag was een stukje korter dan gepland. Ik ga even mijn jas uitdoen. Ik had namelijk eigenlijk vanmorgen eerst Nederlands doen rekenen. Maar naar Nederlands ben ik niet geweest, want ik was echt super moe. Dus ik ben nog eventjes lekker in mijn bed blijven liggen vanmorgen. Maar we hadden ook anderhalf uur pauze. Dus toen zijn Ro en ik even naar de stad gereden. Want Ro die moest een cadeautje kopen voor de verjaardag van haar moeder. En ik moest eventjes alle Zara-items terugbrengen die ik niet wilde houden. Ik schaamde me echt dood, want het was echt een mega volle tas met allemaal items. Maar het kwam gewoon omdat er vier jassen in zaten die ik terug wilde brengen. En daardoor leek het gewoon heel erg veel. Maar ja, dat heb ik wel gedaan. En ik heb trouwens nog wat nieuws bij de Zara gekocht.
Maar dat zit in mijn buddy. Dus dat ga ik even uithalen. Dan kan ik dat even aan jullie laten zien. Mijn camera is aan het knipperen, dus ik ga het even snel laten zien. Maar het is nu trouwens al 2:30. Ik ben nu al vrij, terwijl ik eigenlijk tot 4:30 school had. Maar die man van ondernemen was ziek, dus dat ging niet door. Maar ik heb bij de Zara nog een leuke trui gescoord in een heel mooi lila kleurtje. Het is echt een super zachte stof, echt niet normaal. Het is gewoon een cropped hoodie. Maar ik dacht, ik ga natuurlijk over een maand naar Londen met Miu. En dit lijkt me wel heel erg lekker om in te vliegen. En deze was normaal, normaal was die 40 euro. Toen was die afgeprijsd naar 26. Toen naar 18 en ik heb hem nu voor 13. Dus dat is super chill. Ik zal een linkje ervan in de beschrijving zetten. Maar volgens mij was die al uitverkocht. Het was echt een super lekker stofje. En het leek me heel erg leuk. Ik moet ook echt naar de zonnebank, want ik ben bijna dezelfde kleur als die trui. Maar goed, ik denk dat ik dat misschien morgenavond eventjes ga doen naar de zonnebank. Ik had trouwens vandaag deze trui aan van de Zara kinderafdeling. Met deze broek van Nikki. En die nieuwe schoenen van Nikki. En ik vind ze echt heel erg leuk. Leuker dan verwacht eigenlijk met die kleurtjes. Ik ga eventjes... wat wilde ik ook weer doen? Oh ja, ik ga wat items ook naar het wardrobe zetten. Een paar jassen. Want ik heb echt te veel jassen in het leven. En ik wil er gewoon een paar verkopen. Dus dat ga ik doen. En daarna wil ik hoofdstuk 6 en 7 helemaal afmaken van mijn ondernemingsplan. En wat wilde ik eigenlijk vandaag in de les doen. Maar die man was er dus niet. Dus dan ga ik het maar thuis doen. En ik moet om 5:30 Miu verhalen van het werk. Maar dat is pas over 3 uurtjes. Dit is die trui van de Zara. Maar hij is wel heel erg cropped. Ik dacht dat hij wel ietsjes lager zou zijn. Ik dacht onder de naaf. Maar op zich, ik heb wel een paar high-waisted sportleggings. Dus daar kan het op zich wel mee. Hij zit wel echt super lekker. Ik vind hem ook best wel leuk. Dus die. Gisteravond hebben Miu en ik een cake gebakken. En hij is echt super lekker geworden. Dus ik ga even een stukje afsnijden om lekker een stukje cake te eten. Waar ga ik die neerzetten? Ah, perfecte plek. Oké. We hadden een avocadocake gebakken. En ik had die nog nooit gegeten, maar Miu wel. En hij zei al van mij, het is echt super lekker. En hij heeft gelijk. Het is ook echt heel erg lekker. Hij heeft hem goed ingepakt. Echt meer dan de helft van die cake is gewoon al op. Het is toch bizar. En ik vind het kontje het lekker. Dus ik ga lekker het kontje eraf halen. Lekker een groot stuk. Dit ga ik even lekker opeten. Ik twijfel om er slagroom bij te doen. Want gisteren door die slagroom had ik een beetje buikpijn. Maar het is wel heel lekker natuurlijk om een beetje slagroom op te nemen. Ik denk dat ik het ook gewoon lekker ga doen. Of zal ik het ernaast? Nee, ik doe het ernaast. Vind ik lekker. Ik ga mijn stukje cake eventjes lekker opeten. En goede tijden kijken van vandaag. En daarna ga ik ook naar het ondernemingsplan. En ik hoop echt dat als ik Mina zo meteen ga halen, dat het een beetje droog is buiten. Oh jezus, kijk nou. Wat een weer. Maar Miu is 6:30 klaar. Dus ik moet 5:10 weg. Misschien dat het droog is. En ik heb net ook eventjes wat nieuwe dingetjes op Unite Wardrobe gezet. Ik zal het eventjes laten zien. Als allereerst staat dit jasje erop van Vlotte Label. Ik heb hem echt nog nooit gedragen. Ik weet niet. We hebben hem toen een beetje in de winterperiode ingekocht. Dus was hem eigenlijk te koud om hem te dragen. Ik heb nog echt veel meer wat ik wil verkopen. Maar ik twijfel een beetje of dat ik het echt ga verkopen. Of in een bak voor het leger de zeilschool ga doen. Dat weet ik nog niet. En ik ga jullie eventjes snel neerzetten. Want ik moet eventjes weer een beetje make-up op mijn gezicht doen. Hier ligt een beetje zo, ik weet niet. Maar ik had vandaag stage van 2:30 tot 3:30. Het is nu 3 uur. En ik ga hem even snel opnieuw klaarmaken. Want mijn make-up is er een beetje af. Want Ro en ik gingen de acnebehandeling oefenen. Van het examen die we volgende week dinsdag hebben. Of aanstaande dinsdag. Dus die gingen we oefenen. Dus ik moet mijn make-up even opnieuw doen. Want ik ga eventjes met Char lunchen in de stad. Of na lunchen. Het is meer een soort van lunch-avondeten iets achter. Want ik heb eigenlijk al geluncht.
Maar dan doe ik het denk ik gewoon een beetje als avondeten. Want Neil eet toch niet thuis. Dus anders had ik voor mezelf moeten koken. Dus het is op zich wel een soort avondeten. Ik moet alleen nog eventjes mijn haar doen. Geen idee wat ik ermee ga doen. Misschien gewoon even een knotje. Zo. En dan een paar oorbellen in. Ik denk dat ik eventjes die nieuwe in ga doen van Lovelinks. Die kleintjes denk ik. Die vind ik wel heel schattig. Maar die krijg ik wel moeilijk in. Dus ik denk dat ik eventjes die grote doe. Oké. Ik heb hem klaargemaakt. Oké, ik ga alleen misschien even dit plukje... Zal ik dat niet stijlen? Zal ik het gewoon zo laten boeien? Ik laat het gewoon zo. Ik ga toch vanavond mijn haar wassen. Ik zal eventjes laten zien wat ik aan heb snel. Ik heb deze trui aan van Zara. Broek is van Nikki. Schoenen zijn ook van Nikki. En ik denk dat ik... Oh, die doos moet weg. Ik denk dat ik deze jas erbij aan doe. Even kijken hoe laat het is. Of ik al weg moet of niet. Is dit leuk? Ja, ik vind het wel. Oei, ja, ik moet wel weg. Oké. Even mijn tas. Volgens mij hebben we afgesproken bij Jamie Bennett om daar eventjes te gaan lunchen. Nou ja, zoals ik net al zei, avondeten. Dus, daar gaan we naartoe. Even mijn bril voor op de terugweg mee. Anders zie ik natuurlijk weer geen hol. Ik ben weer thuis. Ik heb ook eventjes boodschappen gehaald. Maar ik ga even mijn tas boven leggen. Mijn schoenen uitdoen. En lekker, oh, een beetje overbelicht. Even lekker wat eten maken. Miu die eet niet thuis, want die is eventjes iemand van de voetbal of zo. En mijn vader die eet ook niet mee. En die gaat bij de training kijken van Sam en die slaapt bij zijn vriendin. Dus ik eet lekker alleen. Dus ik heb eventjes bij de Albert Heijn wat boodschapjes gedaan. Ik heb lekker avocado gehaald, brood en ik ga een eitje koken. En ga ik lekker zo'n avocado toast maken. En ik had bij de... Oh, eventjes mijn laptop meenemen. Want dan kan ik eventjes lekker filmpjes kijken terwijl ik ga eten en ga koken. Maar ik had trouwens ook... Oh, en trouwens even een oplader meenemen. Nee. Oh, ja, die. Ja, zo. Bij de Albert Heijn heb ik ook van die kwark gehaald van... Daniel of zo. Ik heb geen idee. Ik ga het eventjes laten zien. Maar die had ik van de wees al voor het eerst gehad. Dat ik stretje tellen. En die vond ik echt super lekker. Dus gisteren. Licht uitzetten, maar ik wil. Ja. Dus gisteren had ik stretje tellen en speculaas gehaald. Dus die speculaas had ik vandaag meegenomen naar school. Maar die vond ik niet zo lekker. Dus die heb ik ook weer weggegooid. Want die geen aanrader. Maar ik heb net eventjes wat nieuwe gekocht weer. Even kijken. Twee aardbeien. Want Miel vindt. Aardbeien vond hij heel lekker, dus voor hem heb ik aardbeien gehaald. En voor mezelf heb ik... Oh, er stond nog een stracciatella. En voor mezelf heb ik nog twee andere gehaald. Oh, de vaatwasser is klaar. Oh. Namelijk mango, kiwi, banaan. Die lijkt me wel heel erg lekker. En bosbessen. Dus ik denk dat ik er morgen eentje mee ga nemen naar stage ook. Het is gewoon super chill. En ze zijn nu ook in de aanbieding. Ze zijn nu maar €1 per stuk. En normaal... 1,85 volgens mij. Super lekker. Dus dat. En ik wil een beetje proberen ietsjes normaler te gaan eten. Omdat soms ontbijt ik niet. Ik ontbijt eigenlijk nooit. Soms eet ik geen middag. Soms eet ik geen avond. Als ik nou avond eet, eet ik chips. Ik eet echt super slecht. En ik wil niet per se gezonder gaan eten. Qua ik mag nooit meer patat of McDonald's. Zeker niet. Maar ik wil gewoon normaler gaan eten. Dus door de week is gewoon... aardappels, groente, vlees of een boterham en gewoon ontbijten. En als tussendoortje een stuk fruit of kwark of zo. En gewoon in het weekend gewoon lekker patatjes of weet ik veel wat. Maar het is dus niet dat ik nu echt ziek gezond wil eten of zo. Maar gewoon ietsjes normaler eten. Aangezien ik gewoon echt het eetritme van een 4-jarige had. Dus ik ga even water, wat zit er water bij? Ik ga even eitjes koken. En dan ga ik zo meteen lekker een broodje met avocado maken en een eitje erop. En dit is echt mijn lievelingsbrood. Echt heerlijk.
dit ga ik nu heerlijk opeten. Trein terug naar huis. We zijn net bij die open dag geweest en het was wel interessant, alleen een beetje onduidelijk van alles wat. Dus ja. Ik heb er ook weer niet klaar met kopen zijn. Ik probeer deze te verkopen. Als er iemand is die deze camera wilt kopen, laat weten. Stuur een DM. Ja, niet naar mij. Nee. Mag ook, maar het heeft niet heel veel nut. Dus. Ik heb twee dingen gekocht bij Zara, zal ik straks even laten zien. Oh ja, doei. Doei. Het is zondag vandaag, het is 2:30 of zo. Mio en ik gaan eventjes lekker sporten. Of nou ja, lekker. Ik heb echt al 3 maanden denk ik niet meer gesport, dus het zal best wel een beetje zwaar worden. Ik wil ook echt naar de zonnebank, maar ik heb dus vorige week een vrijdagzuur gehad op school. Dus dan mag je eventjes een week niet naar de zonnebank. Dus ik ga volgende week wel gewoon. Maar we gaan eerst eventjes naar de Mediamarkt om een harde schijf te kopen. Want mijn harde schijf is kapot. En zonder harde schijf kan ik geen video's uploaden. Dus dat ga ik eerst even kopen. Rip uit mijn lijf weer, maar oké. En dan sporten. Het is vandaag maandag. Dus deze dag wordt helemaal niet meer bij deze vlog. Maar gisteren heb ik de vlog niet echt normaal afgesloten. Ik ben met Miu gaan sporten. Ik doe even een knot in mijn haar, want dit ziet er allemaal helemaal niet meer uit. Dit ziet er ook niet uit, maar oké. Ik ben echt super bleek. Heb ik echt al 40 keer deze vlog gezegd, volgens mij. Maar oké. Gisteren was ik bezig met sporten met Miu. En we zijn naar de Mediamarkt geweest. Dus ik heb eventjes een nieuwe powerbank gehaald. Deze is van het merk Lacie of zoiets. Ik weet dat Esmee deze toevallig ook heeft. Toen ik haar gevraagd of zij hem chill vond. En zij vond hem echt super chill. Ik heb een 2 terabyte. Dus als het goed is kan ik daar wel eventjes mee vooruit. En moet hier genoeg oppassen. Dus die. Die heb ik bij de Mediamarkt gekocht. En ik dacht ik zal nog eventjes laten zien wat ik zaterdag nou in Amsterdam heb gekocht. En dat is als eerst dit blouseje. Die hebben jullie ook in het pashoekje gedeelte kunnen zien. En deze was maar 9,99. En Rosa had deze ook. En ik vond die altijd al heel leuk bij haar. Maar ik had nooit echt iets dat ik dacht, oh die moet ik ook. En toen zag ik hem in de sale en ik paste hem. En dat was maar 9 euro. Of nou ja, 10 euro. En ik heb hem in een maatje XS. Als je deze onderste code invoert, dan krijg je hem op de site. Maar ik had al opgezocht, maar volgens mij is die dus uitverkocht. Net zoals met dit pak. En dit pak vind ik echt geweldig. Deze had Monica Geuze ook aan in de Love Island aflevering toen Thijs terugkwam. Toen met die helikopter. En ik vind het pak echt zo leuk. Deze heb je ook in het stukje van het pashoekje kunnen zien. En deze was nu nog maar 30 euro. En heb ik in een maatje S. En deze is echt geweldig. Ook echt super leuk als ik met die meiden op vakantie ga. En met Miu naar Bali. En ik ga waarschijnlijk met Rosa naar Ibiza. Maar dat is pas in de herfstvakantie. Maar ook super leuk. En zoals je misschien daar kunt zien, of niet, staat daar een pakketje van Naked. En ik heb ook nog een pakketje van Chiquelle. Maar dat laat ik allemaal in de volgende week nog zien. Wel heb ik nog een pakketje van de H&M ook. Deze laat ik nu nog wel eventjes zien. Ik had namelijk de video van Nina Waring gekeken. En daar had zij echt een super leuk jurkje van de H&M. Dus ik dacht, ik bestel hem ook. Hij was 25 euro uit mijn hoofd. Nu ik het printje zie, lijkt hij wel een beetje wat oudbollig. Maar misschien is hij wel heel erg leuk. Het is dus gewoon zo'n hele wijde jurk wat je dus lekker over je bikini heen kan aangooien. En ik heb hem in een maatje XS. En op zich vind ik hem wel leuk, maar misschien een beetje tuttig. Kijk, ik dacht dat het wat meer... Ja, ik weet niet. Ik ga hem even aandoen, dan laat ik het aan jullie zien. Oké, dit is het jurkje. Ik vind hem op zich wel leuk voor Bali straks zomer. Ik vind hem misschien ietsjes te lang. Ik hou ervan als alles wat korter is. Maar het is echt zo'n heel groot jurkje zonder model erin en zo. En ja, ik dacht het is misschien wel leuk voor het strand, maar ik twijfel een beetje. Ik weet niet of ik deze ga houden. Ik kan ook nog hier dicht aan de bovenkant. Ik lijk echt een beetje op een oma hiermee. Ik kan hem ook een beetje over je schouder gooien. Dat vind ik ook wel leuk zo. Een bandje weg. Vind ik hem zo wel ietsjes leuker. Oh, mijn haar.
Ik ga bij deze gelijk de video afsluiten, want vandaag begint natuurlijk weer gewoon een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie het een hele leuke weekvlog vonden. De afgelopen maand, in januari en december, zijn er niet heel veel video's extra online gekomen op de vrijdag. Maar vanaf februari gaat er een beetje verandering in komen. Ik denk ongeveer vanaf midden februari. Ik heb super veel leuke dingen op de planning staan om op te nemen, maar het is nu gewoon een beetje druk met school. En begin februari ben ik eigenlijk ook alle weekenden bezet, soort van. Dus dat is een beetje lastig. Oh, ik ben echt een spook, jongen. Ietsjes beter, oké. Dus vanaf ongeveer midden / eind februari kunnen jullie weer extra video's verwachten. Waar ik super veel zin in heb. Ik heb ook super veel zin om die video's op te nemen, dus dat is heel erg leuk. Maar voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende!